Ik ben Martien van Houten, 56 jaar en ik woon in IJsselstein. En dit is mijn favoriet, de 602. Die heeft mij dit jaar weer verrast om 11:45 s'avonds op Bergerac. Ik heb hier met mijn broertje gezeten tot 11 uur getjaan. We hebben geen duiven gezien. En 's morgens om 4 uur had ik last van een mug. En toen ben ik naar beneden gegaan. Ik denk, ik kijk mijn klokkie. En warempel, ze stond erop om 11:45 geklok. En vorig jaar dezelfde duif in. Een tweede nationaal, ook op Bergerac. Dus het is wel mijn toppertje. De vader van deze duif komt bij Erwin van Wijk uit Benschop vandaan. En de moeder bij Piet Grasmaaier. En dit is het oude soort van ons eigen. En dat heeft blijkbaar heel goed gepakt. Dus ik ben er trots op. En dit is de 89 van mij. Dit wordt bijna, dat ik bijna zeg, de beste duif van mijn hok. En die komt met mijn broer Gertjan vandaan. Daar heb ik een eitje mee. Dan ruil ik vaak de eitjes van mij, die gaan naar Gertjan. En die van Gertjan komen naar mij en dan komt deze duif uit. En de vader komt bij mijn broer Wim vandaan. Ja, en Gertjan's bloed zit erin. En dat heeft blijkbaar heel goed gepakt, de koppeling. En het is een bonte doffer. En die met dit jaar op Cahors ook weer verrest. En dit is de doffer van Zee Lisseberg. Gehad als jonge duif. En die vloog de laatste Bergerac. De 16e in de Marathon Noord. De vader is de 1343-664. En de moeder is de 1343-77. En daar ben ik ook heel trots op dat ik van Jay deze duif gehad heb. Een toppertje.